Een tijdje geleden hebben wij bij Langstraat Media een programma uitgezonden, Lies uit de Langstraat, om geld in te zamelen voor verschillende goede doelen. Nou, vandaag gaan we op pad samen met Rick om de check die je hier ziet te overhandigen aan de goede doelen. Rick, om eventjes mee te beginnen, wat is Lies uit de Langstraat ook alweer? Lies uit de Langstraat is ontstaan uit de samenwerking van Langstraat Media, Fabulous Rental en Stichting Passie voor de Langstraat. Om gewoon iets leuks met lokale muzikanten. Iets leuks op stapel te zetten waar mensen zich aan de buis kluisteren, dat ze blijven zitten kijken. En ze kunnen nummers aanvragen voor een goed doel. En dit is een van de goede doelen. Ja, inderdaad, we staan hier bij Inloophuis Toon. Dat is een van de goede doelen inderdaad. Wat zijn die andere goede doelen waar we langs gaan straks? We hebben nog kinderboerderij Het Erf en de voedselbank De Rijglaas. Dat zijn de drie goede doelen die wij vandaag gaan bezoeken. We zullen eens even kijken of ze bij Inloophuis Tonen binnen zijn en of ze bereid zijn om de check te ontvangen. Goedemiddag. Goedemiddag. Lies uit de Langstraat. Welkom, kom binnen. Dankjewel. Inloophuis Toon is een ontmoetingsplek voor iedereen die direct of indirect met kanker te maken heeft of heeft gehad. Hier kun je rust, warmte en persoonlijke aandacht verwachten. Ja, hartstikke fijn dat wij vandaag langs mogen komen om de check uit te reiken. Wat we bij elkaar gespaard hebben met Liefs uit de Langstraat. En ik hoop dat jullie er een goede bedoeling voor hebben, alsjeblieft. Dankjewel. We hebben een lastig jaar achter de rug met alle maatregelen. En elke steun in de rug is van harte welkom. Dus wij zijn hier heel erg blij mee. En het helpt ons zeker om ons mooie en belangrijke werk door te kunnen zetten. Dan gaan wij nu door naar het volgende goede doel. We zijn nu bij de voedselbank aangekomen, voedselbank De Rijglaas. En we gaan nu naar binnen om daar de volgende check uit te reiken. En ik wil hierbij graag de check aan u uitreiken. Wauw, een voedselbank is volledig afhankelijk van giften. En dat is ten eerste natuurlijk dat we onze cliënten, op dit moment komen er iedere week 120 gezinnen. Dat we die wekelijkse voedsel mee kunnen geven. Maar ook de hele exploitatie, de huur, de bus, alles moet daarvan betaald worden. En dan gaan wij door naar de laatste, het kinderboerderij, Het Erf. Hallo, we zijn hier bij kinderboerderij Het Erf voor het uitreiken van de laatste check. En we gaan even binnenkijken of er iemand is. Gaan jullie mee? Ik wil jou bij deze de check overhandigen. Ik ben super nieuwsgierig. Ja, alsjeblieft. Wow, dat is een mooi bedrag. Ja, hè? Ja, ja. Geweldig. Nou, hartkloppingen, helemaal geweldig. Het is echt liefde uit de Langstraat, dat is duidelijk te zien. Ja. We leggen het bij de nieuwe schuilstal voor de schapen en de geiten. Want daar, die hebben een nieuw onderkomen nodig en daar zijn we druk voor aan het sparen. En als dat bij elkaar is, nou, en met dit bedrag schiet dat natuurlijk wel heel erg op. Dus komt helemaal goed. Ja, dan hebben we het nu gehad, de uitreiking. En dan wil ik heel graag iedereen bedanken die hier aan meegewerkt heeft. Langstraat Media voor de fijne samenwerking, Fabulous Rental en de Stichting Passie voor de Langstraat. Helaas gooit corona nog steeds veel roet in het eten. En we hopen volgend jaar wel weer los te kunnen met z'n allen. Er staat in ieder geval weer een Passie voor de Langstraat op de rol. En uiteraard zit daar ook weer een goed doel aan vast. Dus we hopen jullie allemaal volgend jaar weer te zien. Dankjewel.